De overheid heeft maatregelen getroffen om grote samenkomsten in het binnenland te beperken. Dit om verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Deze informatie gaf Jerry Slijngaard, coördinator van het NCCR, gisteren op de dagelijkse bijeenkomst van de overheid. Slijngaard zei dat er rapportages waren uit het binnenland die betrekking hadden op activiteiten waarbij er veel mensen bij elkaar waren. In dat kader zijn er afspraken gemaakt ter voorkoming van samenkomsten en daarmee de mogelijke verspreiding van het virus. Er zijn met zowel het traditioneel gezag als het bestuur, dus de mensen, de bestuursambtenaren, de mensen van de bestuursdienst, de districtscommissaris, zijn er wat zulks betreft afspraken gemaakt. En deze zijn dus vervat in een voorschrift die dus inderdaad gestuurd zal worden naar alle districtscommissarissen, zodat zij dus dit kunnen doorcommuniceren. Verder zijn we bezig met een communicatieplan, waarbij dus veel voorlichting, ook meer voorlichting dan we tot op dit moment hebben gehad, zullen delen met ook de mensen in het binnenland. Slijngaard ging ook in op de repatriëring van Surinamers uit Nederland, dat een high-risk land is van het COVID-19-virus. De coördinator van het NCCR liet weten dat het managementteam druk bezig is met de voorbereiding om de mensen terug te halen. Instructie tot op dit moment is dus dat de repatriatie zal plaatsvinden het moment dat wij ready zijn om en in de hoeveelheden die wij hier kunnen opvangen. Want het heeft geen zin dat we bijvoorbeeld volle vliegtuigen laten komen en we hebben niet voldoende plek om de mensen te plaatsen. En er is natuurlijk het is natuurlijk belangrijk om te weten dat mensen die uit een high-risk area komen, daar is er een bepaald protocol voor en dat is het protocol dat we gaan aflopen. Tot zover Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing. Hij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Er zijn afspraken gemaakt om samenkomsten in het binnenland te beperken.